Op donderdag 17 december stond op de 1Best basisschool De Bruklem in Aal Riksel vanaf 's morgens al helemaal in het teken van het kerstdiner dat 's avonds zal plaatsvinden. De leerlingen maakten samen met ouders en leerkrachten het eten klaar en de tafels werden feestelijk gedekt. 'S middags was iedereen vrij. Om 5 uur kwamen de kinderen weer naar school om per klas naar de kerk te gaan. Daar las de pastor een kerstverhaal voor en werden er kerstliedjes gezongen. Daarna ging iedereen weer naar school voor een feestelijk kerstdiner. Ja, even getogen naar basisschool De Bruklem en Aal Riksel. Een speciale dag, want de ouderenraad heeft die verzonden. Ik heb het genoegen met... Cindy Krol. Cindy, wat hebben jullie als ouderenraad verzonden? Vandaag gaan we de kerstviering doen op school. En de kinderen hebben de klassen zelf versierd. Ze zijn in workshops worden georganiseerd. Ze hebben zichzelf kunnen opgeven. Ze gaan zelf het menu voor vanavond maken. Ze gaan met z'n allen hier gezellig eten. En vanavond gaan we ook eerst even naar de kerk. En daarna gaan we hier met alle kinderen alles nuttigen. Hoe ziet het menu uit? Dat is een verrassing eigenlijk, maar het is eigenlijk alles wat de kinderen zelf kunnen maken, zoals fruitspiesjes, biggetjes in een bedje. Dus eigenlijk alles wat de kinderen lusten en lekker vinden. Ja, hoe zijn jullie op het idee gekomen? Een keer de rol omgedraaid, de kinderen gaan voor de ouders zorgen? Nee, het is echt alleen echt voor de kinderen. Dus de kinderen gaan echt zelf hier alleen eten. En echt voor andere jaren hebben ze het ook zo georganiseerd en was eigenlijk heel succesvol. En de kinderen vinden het leuk om alles zelf te maken en te eten met z'n allen. Dus vandaar dat ze het nog een keer dit jaar zo hebben gedaan. Ja, wat betekent dat voor de ouderraad? Compleet aanwezig vandaag? Dat betekent inderdaad compleet aanwezig, mits je natuurlijk beschikbaar bent. En ook van tevoren heeft de ouderraad heel veel georganiseerd. Alle boodschappen gehaald en alle menu's en de recepten bedacht. En voor alles gezorgd, zodat hier de kinderen lekker kunnen genieten vandaag. Ja, hoe krijgen jullie dat gefinancierd? Dat is natuurlijk een oude bijdrage. En een klein deel daarvan wordt hier aan besteed ook. Ja, hoe laat wou we uitgenodigd vanavond om te eten? De cameraman en mijn persoontje. Nou, jullie mogen altijd komen. Vanaf 5 uur gaan we eerst met z'n allen gezellig naar de kerk. Dus daar zijn jullie ook van harte welkom. De kerk is mooi versierd. En daarna gaan we hier naartoe. Ik denk rond een uur of 5:30, 6 uur bent u van harte welkom. Ik zou zeggen, straks smakelijk eten. Nou, hartstikke bedankt.